Jezus, een dude met een fucking dikke pik die One Direction leuk vindt. Het is weer tijd voor een nieuwe aflevering van Who Dis. En deze week met twee hele knappe mannen die elkaar ook zeker wel kennen, maar geen idee hebben dat ze gewoon in dezelfde studio zitten. Ze proberen elkaars identiteit te raden aan de hand van drie hints, een voorwerp, een muziekfragment en een Instagram caption. En als ze aan het einde van de aflevering niet goed hebben, moeten ze een pittige vraag beantwoorden. Ik heb er zin in, let's go. Oké, je koptelefoon mag af en je bril mag ook af. Dat is heel raar. Ik was echt 5 minuten of zo en dacht, wie ben ik, waar ben ik? Even helemaal gedesoriënteerd. Zo. Je zit in Who Dis. Hey! Nou, lief. Zo grappig dat je elkaar nog niet hebt gezien. Ja. Hoe gaat ie? Gaat goed. Kom maar, geef maar. Oh. Heb je hier mee zin in? Ja, ik heb er zin in. Ja? Vind je het spannend? Ja. Ja? Denk je dat je een beetje goed bent in de raden van... Of begrijpen van hints? Ik ben niet goed in spelletjes. Oké. Okay. Niet. Succes. Ja, dan zit ik hier volgens mij verkeerd. Ja. Maar ik vind het vooral heel eng dat ik straks dat ik het gewoon echt niet weet. Dat ik het echt niet weet. Oké. Okay. En ben je een beetje goed, denk je, in raad van hints en het snappen van hints? Ik hoop het, ja. Oké. Okay. Oké, dan mag je deze koptelefoon maar opzetten. Dan kom ik straks bij je met de eerste hint. Goed. Ja. Oké, okay, de eerste ronde gaat van start. Ik hoop eigenlijk stiekem dat deze aflevering dat ze er volledig naast zit, omdat ze toch wel een beetje soort van hetzelfde type zijn. We gaan beginnen met de eerste ronde. Het voorwerp. Ja? Ben je er klaar voor? Ja, kom maar. Voor jou, de allereerste hint. Oké. Okay. Unbox hem maar. Unbox hem maar. One Direction. Serieus? Echt? Het kan of iemand zijn die een beetje One Direction vibe heeft, of het kan een chick zijn die echt gewoon fucking One Direction fangirl was. Ja. En daar ken ik er volgens mij 1 van. Is dit mannelijk of vrouwelijk? Is het, oh wacht, dit was nog niet mijn vraag. Nee, dit was nog niet mijn vraag. Mag ik weer terug doen in de box? Ja, we weten nu met wel wat alle liefde. Ja, doe maar snel dicht en okay. Alsof we het nooit meer hebben gezien. Wat zag je? Wat ging er hier om? Nou, ja, jammer dat ik niet kan aan dit ding kan zien of het van een man of een vrouw is. Ja. Wat ik zie een onderbroek. Ik gok van een vrouw. Oké, okay, dit is wel op zich een goede info. Ja? Kan je er eens mee? Ik ben zelf ook een fan van One Direction. Dus, en dan mag je mee naar huis nemen. Nice. Yes, winning. Je mag maar 1 vraag stellen. Is dit van, want ik denk dan gelijk aan iets pikants, toch? Het is een onderbroek. Is dit van iemand die mee heeft gedaan aan... Temptation Island of dat andere? Hoe heet dat? X on the Beach? Ja, is het van iemand uit zo'n programma? Nee. Oké, okay, dan ga ik toch voor de vraag. Is het een... Man of een vrouw? Ik wil die vraag niet meer. Ik ben er klaar mee. Oké, okay, dan ga ik het spannender maken. Ja. Is het een hele... Oh nee, dat is moeilijk. Heeft een fucking dikke... Pik? Of echt een flinke grot? Wat is het? Ja. Oh shit. Kut. Oh, eerst antwoord je om een pik? Ja. Oké. Okay. Fucking dikke pik. Dit is een fucking dikke pik. Jezus, een dude met een fucking dikke pik die One Direction leuk vindt? What the fuck? Waar gebruikt hij die dik voor, man? Ja, weet ik niet. Ga nog maar even leuk nadenken. Oké, okay, goed. Tijd voor de tweede ronde en dat is een muziekfragment. En in dat muziekfragment zit of een hint, of naar aanleiding van het muziekfragment kunnen ze een link leggen. Dus ook dit belooft weer heel spannend te worden. Volgens mij hebben ze echt nog geen idee. Tenminste, dat hoop ik een beetje. Hoe is Kai? Nou, ik zat nog steeds een beetje met die onderbroek in mijn hoofd, waar ik dus echt helemaal niks aan heb. Nee. Dus het gaat niet echt lekker tot de reden, toch? Nee, maar dat maakt ook helemaal niet uit, want de tweede ronde is er om een beetje daar wat in te halen. Oké. Okay. Dus we hebben een muziekfragment. Mm-hmm. We gaan even luisteren. Mm-hmm. En naar aanleiding van het muziekfragment mag je weer een vraag stellen. Het gaat me niet gebeuren dat gewoon een oud collega naast me zit, hoor. Ken je dat nummer? Ja. Vaag ergens. Vaag ergens in mijn puberverleden heb ik dit nog wel eens opgenomen, volgens mij. Ja, toch? Ja. Klopt. Ja, dit was Bad, Be Brave. Ja, het is een bekend deuntje, maar ik weet er gewoon gereed van, laat ik het zo zeggen. Oké, wie zingt het? Ik ga heel... Abba, Dolly Dots, weet ik veel. Oké. Okay. Iets in die tand. Warm? Warm. Wat voor nummer is het? Waar heb je opgetreden? Is het
internationaal gegaan? Hebben andere mensen het gemaakt? Is er... Ja, moet ik echt verder denken? Ja, je moet echt vandaag meer ja, gaan ik wil denken. Nu dus vragen. Zit een oud-collega van mij naast mij? Dat wil ik okay, eigenlijk vragen. Oké, is dat je vraag? Nee, want nee, okay. Dat is weer veel te simpel. Ja. Dan ben ik echt hele kleine dingen aan het uitsluiten. Ja, ja je kan beter iets breder denken en dan een beetje... ja, waar hebben we dit opgenomen? Waar hebben we dit opgetreden? Overal, volgens mij. Ja. In Indonesië hebben we dit volgens was mij zelfs gezongen. Was iemand heel erg fan van dat nummer? Misschien iemand minder fan van dat nummer? Was er een... Is dit misschien de guilty pleasure van iemand die naast mij zit? Ik heb geen idee. Ik weet gewoon heel weinig van muziek. Oké. Okay. Ik vond wel echt de muziek die ik hierop had echt top. Ja? Lekker Players Excite. Geen idee. Lekkere nummers. Oké. Okay. Wat is even een goede vraag? Denk ja, nee, gewoon. Ja, ik wil gewoon weten of er een man of vrouw naast me zit ook. Oké. Okay. Ja, dit ga je niet even gewoon per ongeluk nee, uit... Nee, ik zeg helemaal niks. Ik ben getraind. Je bent veel te goed in je werk, ja. Jij. Jouw vraag is... Zit er een oud bandlid van mij naast mij? Nee. God, ja, daar heb je dus helemaal niks aan. Jezus. Ik ga een vraag stellen om één uit te sluiten in ieder geval. Ja. Oké. Okay. Is de groep waar de jongen tot hoort, heeft die... heeft een complexe vraag. Eén daarvan een snor? Of één iemand in de groep waar die zit... Ja? Een snor heeft. Er zijn verschillende boybands op YouTube. En één boyband heeft... Eén met een snor erin. Okay. Of zeg maar echt specifiek alleen ja. Een snor. Nee. 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 Dus dan heb je er helemaal niks aan. Wel, ik kom even dichterbij. Ik heb andere opties nog. Ja? Goed ja. Zo. Ga er maar weer even over nadenken. Oké, okay, helemaal goed. Tot zo. Ik vind het leuk, want ik heb het gevoel dat ze toch totaal niet weten van elkaar, maar toch zo dicht bij elkaar staan. Dus ik vind het wel leuk. En wellicht gaat de volgende ronde de Instagram caption daarbij helpen. Ik vind het zo grappig. Ik zie ook alleen maar mensen achter de camera een soort... Ja. Denk, wat gebeurt hiernaast? Ja. Wie hoop je dat er staat? Duitse Kroes. Snap ik. Maar goed, misschien helpt onderbroek. Deze... Onderbroek. Nou, ja. Hey. Bad man. Zou wel leuk zijn. Fan van One Direction. One Direction? Van Be Brave. Oké. Okay. Nou, hey. Is ook de laatste keer dat wij samen... En nu zit ik ergens in een hotelsuite. PS op de bank staan... Op de bank staan vond ik wel heel vet voor Insta. Ik heb nog zoveel struggles en ben niet de beste versie van mezelf. Zo word ik nog steeds geleid door mijn angst en onzekerheid. Ik weet het, denk ik. Wat? Ik denk dat ik... Ja, ik weet het. Ja? Ik weet het, ja. Ik weet het. Dat hij in een hotelsuite overnacht. En dat die guy dus... met die dik. Die guy met die dik? Ja, toch? Ja, toch. Heb je ook een guy met een dik? Oké, okay, op de bank staan vond ik wel vet voor Insta. Volgens mij... Ik weet die foto. Oké. Okay. Volgens mij weet ik die foto zo. Ja? Ja. Ja, ik kan zelfs zijn bek nog herinneren. Die staat hier echt zo. Zo. Ja? Dat ja? Weet ik nou ook niet zeker, maar iets in de trots van... Ik denk het wel. Je mag wel één vraag stellen. Heeft... Laat ik het spannend houden. Ja. Heeft hij of zij onlangs een nieuw bedrijf geopend? Ja. I know. Oké, dat is een vraag waardoor ik het zeker weet. Want het is namelijk, ik heb nu mijn ogen op één soort van groep gepind. Die ook het meest verbonden is met Excite is geweest. Maar nu moet ik kiezen tussen de mensen. Oké. Okay. Volgens mij... Ja. Is dat je vraag? Nee, ja, precies. Is hij... Is hij brunet? Nee. Oké. Okay. Nou. Dan weet ik het zeker. Dan weet ik het zeker. Dan mag je het gaan opschrijven. Ja? Ja. Oké. Okay. Denk goed na, want de consequenties zijn niet te min. Nou, je weet het nooit zeker. Dus het is dat ik een gok, als ik überhaupt de juiste groep heb. Groep? Toch? Nou, ga je maar... groep opschrijven? Nee, ja, nee, ik ga iemand uit de groep opschrijven. Oké. Okay. Weet je het zeker? Je kan nu niet meer terug, hè? Nee, maar je probeert me in hokjes te duwen. Nu inderdaad bij een onzeker meisje, een tienermeisje. Nee, nee. Ik weet het heel zeker. Oké, okay, ga je het kopje even op doen. Oké. Dan gaan we straks naar de onthulling. Dan is het tijd om
te kijken of de jongens het ook goed hebben. Ik had het gevoel dat ze aan het begin echt totaal geen idee hadden, maar dat ze nu misschien wel wellicht op het goede spoor zitten. Maar daar gaan we nu achter komen. Oké, en dan gaan we kijken of jullie het goed hadden. In 3, 2, 1. Nee, je mag naar voren komen. Sorry, stap naar voren. Ja! Nee, wel? Ja, nice! Yes. Oh, nice. Nice. Ja, toch? Ja, toch? Ik had niet gedacht dat jullie nog gingen raden op het einde. Yes. Jullie hebben het allebei goed. Dus dat betekent dat jullie in principe niks hoeven te doen. Tenzij jullie dat willen. Ja, we kunnen er wel iets leuks van maken, toch? Allebei één leuke vraag? Kom maar door. Oké. Okay. Vooruit. Wie wil als eerst? Yay! Dus ik was eerst. Ja. Nee. Ja. Ja, dus yay voor jou. Oké. Oké, open jouw internet en vertel welke website er open staat. Woe! Gelukkig, ik heb een tijd geleden porno gekeken, maar ik heb gelukkig verwijderd. Even kijken wat ik nu heb staan. En je hebt thuis porno gekeken? Vanochtend? Niet vanochtend. Je dekt jezelf wel goed in, dat is ja, ik dek me echt goed in. Kan het alleen maar meevallen. Ja. Nee, ik heb letterlijk, ik wil huren, punt nu. Nu, heb je gekocht? Maar dit is nee. dit is een huurwebsite. Huurwebsite. En de reden is heel simpel. Wat wil jij huren? Nou, ik had een super. Ik wil vrouwen huren. Ja, stiekem wel eigenlijk. Nee, het was, ik ben gewoon uit door mijn huisbaas, man. Oké. Okay. Oh, dus je moet eigenlijk een mooie mansion. Ja, precies. Oh, dat is zo leuk, cool. Ja, dus ik mocht er eens in blijven. Opeens zei hij niet en ik had het niet contractueel vastgelegd. Oh, fuck. Dus toen moet ik opeens gaan huren. En het is moeilijk in Amsterdam. Het is heel moeilijk en heel duur ook. Ja, helaas. Oké, kijk. Woe! Okay. Ik ben gewoon geleerd om altijd gewoon je porno netjes te verwijderen. Maar puur om het gewoon altijd van zulke shit mee te voordat je ineens zo'n video ziet. Precies. Mag ik? Ja. Wat is het eerste bericht dat je ziet als je de naam van je tegenstander opzoekt in WhatsApp? Oeh. Yes, kijk mee als jury hoor. Dit is letterlijk een berichtje. Heb je contactgegevens van Peter de Harder? Peter de Harder. En toen vroeg ik, dat is Peter dus op Instagram toch? Toen zei hij yes. En toen zou ik, Ik zou hem doen, what the fuck? Ja, ik zou hem doen. Dus ik zou het nummer van weer iemand anders zou ik naar jou sturen. Ja, ik zou iemand doen. Vroeg jouw contactgegevens. Verder sta jij gewoon dus die fucking prank caller komt van jou dus. Ja, elke dag word je die huisbaas van jou waar je wordt uitgezet, maatje van me. Ja. Ik zocht ook een huis namelijk. Oh. Oké, dat was hem dan alweer de laatste aflevering van Who Dis. Ik wil jullie heel erg bedanken. Ik vond het heel leuk dat jullie het goed hebben geraden en ook nog een pittige vraag hebben beantwoord. Ik hoop dat jullie het leuk format vonden. Is dat nou zo? Laat het even onder weten in de reacties. Doe dat duimpje omhoog en het allerbelangrijkste, vergeet niet te abonneren. En deze boys ook te checken. Tot de volgende keer jongens. Doei!